Nu, lieve mensen, een van de redenen waarom ik hier vandaag ben op de Cultuurmarkt is om u eigenlijk een programma voor te stellen dat wij in april in Deuren in CC zullen spelen. En dat programma heet Door de Overlevenden. Dat ga ik niet alleen zijn, daar komen nog twee andere bijzonder getalenteerde mensen aan de pas. En wat gaan wij doen? Wij gaan op een hele creatieve, open manier om met de nummers van overleden Nederlandstalige songwriters. Nu, tussen ons gezegd en gezwegen, er is maar één, de grootste songwriter uit het Nederlandstalige landschap. Heeft iemand een idee wie dat is? Wannes. Wannes van der Velde, ja. Jeff van Uitsel. Jeff van Uitsel, ah. Ja. Nog mensen met een idee? Lennart Nijg, ja. We hebben hem. Dat zijn allemaal hele grote, maar de grootste van al, laat ons eerlijk zijn, is toch wel Eddie Wally. Nachten in Montevideo, daarvan krijg je nooit genoeg. Nachten om nooit te vergeten, altijd feest tot 's ochtends vroeg. Nachten in Montevideo, bij liefde en romantiek. Nachten in Montevideo, zijn sprookje vol dans en muziek. Het wordt avond in Montevideo, de zon maakt al plaats voor de maan. De disco's en donkere bottega's lokken mannen weer aan. Op het ritme van Spaanse gitaren dansen meisjes vol temperament. Geen senior die zijn rust kan bewaren, hun wanhoop is ongekend. Nachten in Montevideo, daarvan krijg je nooit genoeg. Nachten om nooit te vergeten, altijd feest tot 's ochtends vroeg. Nachten in Montevideo, brengen liefde en romantiek. Nachten in Montevideo, zijn een sprookje vol dans en muziek.